laatste onderdeel en dat gaat over Bronzy. Ja, Bronzy. Bronzy Passy. Yeah. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Wie bent u? Ik ben Vince Dali, ik ben uit van Brokopondo. En u gaat praten vandaag over Wang, talentenshow. Ja, ja. Wat ja. gaat het precies worden? Het gaat omtrent onze Bronzek mini playback show en dit wordt voor de vijfde keer georganiseerd. Wanneer zijn jullie bezig? Nou, het is zondag 11 augustus 2019. Wat heeft jullie op het punt gebracht om zo'n show te initiëren? Nou weet je waarom, er gaat heel wat talenten rond in het district en we willen talenten stimuleren, we willen de jongeren de push geven om hun talent te ontwikkelen en daarom die Bronzek mini playback show. Ik heb gehoord, er zijn zoveel mensen die zich hebben opgegeven. Ja, er zijn een aantal contestanten. VOD? Nou, op de eerste plaats, Auluk, waar het gaat om 12 contestanten die daar gaan komen en hun ding doen. En de winnaar gaat naar huis met een, dus de hoofdprijs is een fiets. En er zijn wat geldbedragen. Bronzy wordt spannend op 11 augustus. Is het zondag? Ja, is een zondag en maandag is een nationale vrijdag. Dus wat moet ik me erbij voorstellen? Een show, een concert, een contest? No, het is net als Surupap, om het zo te zeggen. Er zijn contests. Net als Youth Voice, bij mij. Net als Youth Voice. Is een playback show, bijvoorbeeld. Ik wil een artiest als Damaru nadoen. En ja, dan moet je Damaru echt letterlijk nadoen. Of Joe. Of Joe, Master ah, Joe. Ah, en dan moet je Master Joe nadoen. En als je het heel goed kan doen, kom je als winnaar uit de bus. Nou, wat bent u? Wat wilt u hebben van de andere districten? Nou, ik wil de andere districten ook zoiets kunnen organiseren. En dat ze ook daar aanwezig ze kunnen daar komen om te kijken hoe we dit allemaal doen. Maar wie is dit aan die strik te komen? Ik denk, ruimte dicht genoeg, want Bronzy maar. Nou, die ruimte dicht genoeg. Als we een organiseren naar Kroete Oso en dat is groot. We kunnen wel 1000 mensen daar accommoderen, om het zo te zeggen. Kroete Oso is aan de overkant voor service station ja, en sanitair. Ja, oh, laat hij beginnen aan een famim door het drap heeft nu aan komen. Het begint dus 6:30, gaan de poorten open, 6:30 en we starten kop 7:00. Dus kom op tijd. En als we aanwezig kunnen zijn, pak konen. Een bus op als je vervoer hebt en je rijdt naar Bronsweg en trap je chasse weer. Ik heb mijn papa foto en mijn apprecie voor Sribi, dat van wat doe? Nou, er is dingen, er is logeergelegenheid daar, er is een gapsie daar waar ik kan, logeren, er is een logeergebouw te Brokopondo, dus er is wel logeren. Ja. U heeft het gehoord, mensen, op 11 augustus aanstaande. Daar hebben de jongeren van het district Brokopondo. En om precies te zijn, het Bronsweggebied. Daar hebben ze iets geregeld voor heel Suriname. En het heeft te maken met een mini-playback show. Bijna dadelijk in Oma verstaan even naar Apokoeplein in Bakka. Want de talenten zijn die in Bronzy en op Chinso. En vandaag hebben we een jeugdparlementariër. Iemand die het gedeelte van de jongeren in dat deel van Suriname vertegenwoordigt. En hij gaat nog de oproep doen. Iedereen moet aanwezig zijn, ja. Nou, vanuit deze plaats roep ik heel Suriname op om naar Bronzy te gaan. Oké, vanuit de Kamiakim Takai Hisembe. Takita 11 augustus 2019 uit de Haikwa Bronzweg, een mini playback show. Is dat de Kai 5 de Lazy, die organiseert. Vanuit dat feest, ja, ze me kali alles samen voor de Kona mini playback show aan Bronzweg. Op 11 augustus 2019. Isabi Sabi, talentenlijn naar district en Kuluku van de jongeren zo op beeld de CV uit. En ja, er is ook een afterparty aan een Marambat Psycho. Om mensen met taki ai, Psycho daar zijn, Psycho daar zijn. Maar een management team voor Psycho CV taki, hij komt vandaag of morgen aan. En een kaart kost 10 SRD maar voor de kinderen. En ouders kunnen 15 SRD betalen bij de poort. Kom in en wat liggen we aan de en zo pies in mijn wanneer naar de Bronzweg mini playback show 2019. Na best een beetje op ik die auto dat ga oefenen. Is hij moest go tegen die sweetie en kom af als sabi. Hey, unangwa Bronzy no. Is hij met als hij kan zijn butalimbolimbo no go tegen die candy hot sauce.
Mevrouw Tapkiu Libase. We bedanken hem voor die bijdrage vandaag in deze uitzending. En we gaan ook blijven praten erover, want de straat, ook qua bronzie, Koluku Saibsa heeft de talenten origineel. U heeft het gehoord, mensen. Deze editie heel spannend met entertainment, met sport en natuurlijk ook aandacht voor de gezondheidssector. We blijven even bij sport, want we moeten de heren van Robin Hood feliciteren omdat Sadeboy doet eigenlijk de man ook koningin van Toomsie wins, maar de man horen gelijk naar het team van Befrico verleden voor plein naar de man ja. Dus San de man doet de man Frigo ook toegepleegd aan de man. En de man hoort in tap 1-1 gelijke stand. Dat zorgt ervoor dat Robin Hood een overstap maakt naar de next level. U blijft natuurlijk onze sportuitzendingen volgen, want dan krijg je de details ten aanzien van wat zij precies gaan doen, wat zij nog later moeten doen. En sowieso blijft u ondersteunen. Als u dat doet, doe het altijd met een rode shirt. Bedankt voor uw aandacht en wij feliciteren Emma Wassenaar aan het eind met haar 75 jaar. Dat is mijn eigen moeder. Een hele fijne dag toegewenst namens het team van de STVS en de SRS. En voor u een fijne voortzetting van de dag, de donderdag. En doe het altijd met plezier. Aankomend weekend zij komen. Sosolo.